van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inderdaad, vanwege de nieuwe wet op de donorregistratie. Nou, deze is per 1 juli ingegaan en we gaan vandaag vertellen wat dat voor jullie allemaal persoonlijk inhoudt. Levensreddend houdt in principe in dat er echt levens mee gaat, dat die zonder een nieuw orgaan gewoon sterft. En levensverbeterend is dat iemand zonder dat orgaan zo moet inboeten aan de kwaliteit van leven, dat leven eigenlijk ook onwaardig is. U bent vandaag hier bij de ouderen, bij de OVA. Is dat een bewuste keuze? Wij worden benaderd door de vereniging of Remedica benadert de vereniging. Die willen hun ouderen, hun doelgroep, vitale ouderen, graag informeren over een aantal dingen. In dit geval is het een opdracht vanuit de overheid, dus vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Omdat er dus nog heel veel onbekendheid is over die nieuwe donorwet. Nou, ik ben hier dus vandaag om daar een stuk informatie over te verschaffen, zodat mensen straks een bewuste keus kunnen maken. Er is het een en ander veranderd. Vroeger was het vrij blijvend. Hè? Je werd donor of niet en dan kraaide de graan naar. Vandaag de dag wordt echt geacht dat je een bewuste keus maakt. Dus niet kiezen staat voor, ik maak geen bezwaar tegen orgaandonatie. Sommige mensen toch een beetje argwanend. Wat gebeurt er dan allemaal met mij na mijn dood of met mijn naaste? Nou, daar hebben we dus getracht antwoord op te geven. Leeft het hier? Kan je dat merken? Ja, we hebben een heel leuk publiek. Mensen doen goed mee. Dus ik hou zelf ook wel van een beetje interactie in de groep. En vooral persoonlijke ervaringen, die zijn wel belangrijk. En je merkt gewoon dat er ook toch nog wel wat gewoon onbekendheid is, maar ook soms een beetje argwanend wordt gekeken. Ja, en wat gebeurt er dan precies met mijn organen? En is daar wel toezicht op? En hoe zit het met de illegale orgaanhandel? Nou, daar heb je natuurlijk allerlei griezelverhalen, horrorverhalen die je ooit wel eens te oren zijn gekomen. Maar goed, het gaat hier uiteraard om een zeer zorgvuldig proces wat heel erg getoetst wordt door de academische ziekenhuizen en waar ook verschillende artsen aan meewerken. En nou ja, dat hopen we hier vandaag allemaal te verduidelijken. En volgens mij lukt dat aardig. Van die transplantaties die je volgens de grafiek kan zien, dat is dus het blauwe, dat gaat dus tijdens de nieren. Die lezing, hoe hebt u dat ervaren? Ik heb het als bijzonder informatief ervaren. De informatie werd heel goed gegeven. En er is voor mij veel duidelijker geworden. Ik heb me al heel lang geleden geregistreerd als donor. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik ben natuurlijk niet de jongste meer. Wat heeft het eigenlijk nog voor zin? Op deze leeftijd om nog donor te zijn. En daar is mij veel meer duidelijk over geworden. Het blijkt dus dat je tot op hoge leeftijd nog organen en zeker weefsels kunt doneren. En dat moet voor u dan wel een positief gevoel geven? Dat geeft zeker een positief gevoel, ja. En ik heb ook gemerkt dus onder de aanwezigen dat er een heleboel mensen aarzelen en uit laksigheid zich eigenlijk niet als donor gemeld hebben, maar dat er toch wel heel positief op gereageerd wordt en dat mensen toch om zijn door deze lezing.